achteraan komen. Dus niet op een kanon manier, maar gewoon op de manier zoals ik het zeg. Dus eerste dames gewoon, wat zongen jullie net? Lang zal hij leven, ja. Eerste dames, en als ik ja zeg, dan de heren daarna. Die beginnen ook met lang zal hij leven. Dus de dames, 1, 2, ja. Lang zal hij leven. Hier. Lang zal hij leven. Dames. Lang zal hij leven in de grond. Nee, dat gaat gelijk. Dat is niet goed. Niet goed. Nee. Even opnieuw beginnen. Het is leuk dat jullie er zijn. Ik ben heel erg zenuwachtig en ik vind het allemaal heel erg vervelend. Niet dat jullie er zijn, maar dat ik hier in de middel. Ja, en dan beginnen we nu de avond met Badmuts. En die oudere zusjes, die zul je hier nu zien op een manier dat je dat nooit meer kan zien. Dus even alle aandacht voor mijn 5 zusjes. Het zijn er maar 4. 1 heeft hernia, dat is tijdens de oefeningen gebeurd. Dus die is thuis gebleven. Sorry. En ik zie er nou maar 3. Jan bij de man wou clowntje worden, Jan bij de man, hij had geen neus. Toen nam hij een schrik en een ooghoed, toen was Jan de clown eens heus. Jan bij de man wou kokkie worden, Jan bij de man, hij had geen neus. Toen nam hij een lap, krulde om zijn kop, toen was Jan bij de man een kok. Jan bij de man wou melkboer worden, Jan bij de man, hij was geen boer. Thank you.
Wat doet Jan als hij 's nachts voor de deur staat zonder sleutel van de voordeur? Ja, dat was ik. Dat is makkelijk. Ah, nee, hij staat niet op vakantie. Hij is gewoon in zijn eigen huis. Hij wil erin en hij komt erachter dat de sleutel kwijt is. A. Hij slaapt buiten, gewoon voor de deur. Of B. Hij breekt een deel van de voordeur weg en kruipt op die manier naar binnen. A. Petje omhoog, dus hij slaapt voor de deur. Of B. Petje omlaag, hij breekt een deel van de deur weg en hij kruipt op die manier naar binnen. Hij is de sleutel kwijt, hij kan niet naar binnen. De deur is op slot, want zijn dochter die slaapt in huis, dus hij wil haar beschermen. Hij heeft geen bel. Dus wat doet hij? Hij slaapt voor de deur of hij maakt de deur kapot en hij gaat het niet meer. B is omlaag en A is omhoog. Wat is A? A is hij slaapt voor de deur. Wie is Jan eigenlijk? En we zijn er nog. Lekker aardappels. En mosterd. En kerstzout. Het recept voor de aardappels met zout en mosterd laten we aan jou zelf over. Ja, dat weet ik. Je moet ze koken. En dan doe je de mosterd bij. Goed. Correct. Ga je helpen. Dus, gefeliciteerd. Dankjewel. Hartstikke goed. Vies, het is een hele eer. Ja, maar nee. Hij is er trouwens die ook is en die destijds nog wel iets moois maakte, maar de laatste tijd nog iets meer. Sorry, Maarten, dat ik al zeg. Straks krijg jij de kans. Jan, dit is de tekst, die ga ik jou geven op het moment dat je... Heb je een leesbril bij je? Nee, ik kan het alleen. Je kan het zo lezen, oké, ik heb een groot uitgeprint. Ja, nee. Wij doen eerst een klein stukje tekst als inleiding aan het grote antwoord wat onze lieve heer gaat geven. The love in my life.